Meer dan een half jaar na de introductie van de Galaxy S20 komt Samsung nu weer met een Galaxy S20 model, maar dan de Fan Edition. En in deze video kijken we hoe die zich verhoudt tot het origineel. Traditiegetrouwd brengt Samsung elk voorjaar zijn Galaxy S telefoons op de markt. En dit jaar was dat de Galaxy S20. Dan weten we ook dat in september daar de Galaxy Note overheen komt, maar dat nu in het najaar komen ze weer met een Galaxy S20. Maar dan dus de Fan Edition. Fries open. Misschien moeten we eerst even kijken hoe verhoudt zich dit tot elkaar. Want ze beginnen met een S20, dan gaan ze over op de Note, dan komen ze er allemaal A-series uit. En dan gaan we weer terug naar de S. Hoe zit dat? Ja, dat is een beetje verwarrend eigenlijk. Maar ze hebben dit trucje stiekem al eens een keer eerder uitgehaald. Namelijk met de S10-serie. Uh, toen had je in 2019 had je natuurlijk de, de Galaxy S10-toestel. Uh, en toen op de CES in 2020 kwamen ze net met uh, de S10 Lite. Begin dit jaar was denk ik drie kwart jaar na de originele S10. Ik bedoel, ja, ja, ja. op CES, dat nou, toen er nog beurzen waren hmm. uh, waar we heen konden, toen opeens. Uh, dat was ook een beetje verwarrend toen, toen dat ding aangekondigd werd. Ja, klopt, want uh, nou ja, toen kwamen ze het een maand later al met die S20's, waar jij het uh, helemaal aan het begin van deze video over had. Maar goed, dit jaar had eigenlijk hetzelfde trucje, nieuwe naam: Fan Edition. Dus uh, dit is eigenlijk de Galaxy S20 Lite, zou je kunnen zeggen. Maar de bedoeling van Samsung is eigenlijk daarmee om consumenten die eigenlijk een A-serie uh, aan het winkelen zijn... ...toch te verleiden om net iets meer uit te geven aan een a Ja, dat is een beetje die allure van die S-naam gebruiken. Oeh, de S, dat was de high-end en oh, dan kan ik opeens nu betaalbaar eigenlijk wel instappen. Ja, ja klopt. Um, nou, laten we het nou even naast elkaar zetten, want we hebben dus die S20 van begin dit jaar en nu de FE. En wat mij dan opvalt als je dat ziet... Is dat die niet op alle vlakken eigenlijk onderzoekend? En op sommige vlakken misschien eigenlijk wel beter is. Nee, ze hebben ook die specs eigenlijk wel een beetje opgevoerd ten opzichte van die S10 Lite. Ja, dat was toch in bepaalde opzichten wel een stukje minder dan die gewone dan die S10. Maar je ziet nu bijvoorbeeld bij de S20FE, 5G editie althans, die wij hebben getest, gebruikt ze een Snapdragon 865 sok. Ja, want er zijn dus, een, even voor de goede orde: je hebt een 4G en 5G versie. 4G is dezelfde Exynos 990 als de S20. Mm -hmm. dus dan krijg je precies dezelfde chip. Ja. Uh, maar je krijgt de Snapdragon 865 in de 5G-versie. Uh, en daarvan weten we gewoon dat die. En zowel sneller als zuiniger is. Ja, dat is dus best opvallend. Want je hebt dus een goedkopere S20 die. Sneller is dan het uh, duurdere, uh, gewone S20 model. Ja, nou voor mij komen we ook vast nog al zo even terug op die, die zuinigheid en wat het met de duur doet. Maar laten we even bij het uiterlijk beginnen. Ik zie ten eerste dat hij uh, net even wat groter is dan die standaard S20. Klopt, ja. ja. En dan heb je natuurlijk wel de S20 Plus, die heb je ook. En die is dan weer uh, qua schermgrootte weer iets groter dan die S20 F1. Dus je ziet ze hier, ik heb hem hier even tussen beide toestemmingen Ja, Je ja. ziet dus, uh, hij zit er precies tussen. Dus de iets dikkere, best wel ik zie je vaak wat makkelijker om te maken. En een plat scherm ten opzichte van een gekromd scherm. En ik denk dat er ook best wel mensen zijn die dat ook als een voordeel zien. Nou, ik wel persoonlijk in ieder geval. Want uh, ja, met zo'n gekromd scherm heb je toch een beetje last van tekeningen, kleurverschuivingen in de hoeken. Uh, ja, aan de andere kant. Een uh, gekromd scherm helpt dus wel om die bezels wat kleiner te laten lijken. En dat zie je dus ook wel. Uh, nou, ook, dus als je, als je hem ziet, maar ook als je hem in de hand vastneemt. Het, het voelt gewoon allemaal wat net wat minder luxe. Ja, want als je hem ook even zo omdraait nu. Bedoel, we zien bij Samsung al heel erg lang glas aan de achterkant. Dat uh, is natuurlijk het, het luxe materiaal van het moment. En nu hebben we plastic. Ja, klopt. En dat, ja, dat voel je dus ook gewoon dat dit, uh, nou ja, we hebben een beetje een poging gedaan om hier uh, een glazen uitstraling aan te geven. Maar ja, je ziet misschien op dit filmpje ook wel een beetje dat het uh, heel snel vies en, uh, en uh, vettig wordt. Ja, maar ja, eigenlijk, de meeste mensen die willen natuurlijk ook tegenwoordig gewoon een hoesje eromheen doen en dan. ...merk je daar toch ook weer niet heel erg veel van in de praktijk, of wel? Nee, klopt. En daarom zou ik het zelf ook minder erg vinden. Natuurlijk heb je met plastic ook weer het voorbeeld dat het minder snel barst, of sterker nog niet. Je Moet ja. je wel heel erg je best doen, denk ik, als je die wilt laten barsten. bovendien, stevigheid is gewoon prima voor elkaar, want hij heeft hetzelfde metalen frame als de andere S20's. Oké. Okay. Nou, als we even door die specs heen lopen, we hebben natuurlijk die Snapdragon. Hij heeft iets minder geheugen, uh, iets meer opslag... En ten opzichte van die kleine S20 van een fors grotere accu zie ik. Ja, 4500 milliamp in plaats van uh, 4000 uh, voor de gewone S20. Uh, S20 Plus heeft overigens wel dezelfde accucapaciteit. Uh, kijken we dan even verder naar de specs. Ja, dan zie je dus het scherm, uh, ja, zowel vlak als ook gewoon minder qua specificaties. Hè, lage resolutie, die je uh, een beetje kent van de A-serie misschien. Ja, uh, En als je ook naar de kwaliteit kijkt, want we hebben natuurlijk weer van alles aan gemeten. Um, hoe verhoudt dit scherm zich tot.? Ik kan me voorstellen dat hij ook een beetje bespaard hebben op de kwaliteit van het display. Nou, op zich, als je kijkt naar bijvoorbeeld piekhelderheid, Dat heb ik hier links even een de grafiek uiteengezet. In rood, dus de S20F1. Dan zie je dat de piekhelderheid eigenlijk gewoon gelijk is. Dus het scherm is even goed leesbaar uh, in zonlicht. Kijk je dan naar de kleurweergave. Dan is wel te merken dat Samsung de duurdere toestellen toch wel wat betere kalibratie mee meegeeft. Ja, want we hebben dan natuurlijk het verschil tussen de, de grijswaarde en de kleur. Dus uh, hoe zit het met die primary kleuren en hoe zit het eigenlijk een beetje met de grijsloop? Die kleuren zie ik. Dat blijft onder die welbekende delta E van 3, die waarde van wat je nog met je oog kan zien. Dus op het oog zou je de kleurvout niet moeten kunnen zien. Ja. Uh, maar het ja. helder ja, beetje het grijs verloop, dat is net niet helemaal hoe het zou moeten zijn. Nee, klopt. Dan, dan, dan zit je op 4,5. Dus dan, 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 ja, dan kom je er toch wel iets bovenuit. Aan de andere kant, ik moet wel zeggen: kijk, als je hier geen neutrale referentie voor bij de hand hebt, in de praktijk denk ik niet dat je het zult gaan zien. Niemand zegt dan, hé, hey, wacht eventjes, die grijze waarden zijn niet helemaal oké. Okay. Nee, klopt. Of je moet echt, echt getraind zijn om dat te kunnen zien. Klopt. Of natuurlijk de ST niet ernaast hebben, dan zou ja. je misschien ook kunnen zien. Ja, en dat zien we dus hier ook inderdaad dat je bij die, die, die kleuren driehoek eigenlijk dat de, de, de vakjes en de bolletjes mooi, uh, mooi bij elkaar zitten. En dat je in de gamma-grafiek inderdaad ziet dat die, die, die piek een beetje heeft. Ja, dat die uh, eigenlijk net iets te donker is over het hele helderheidsverloop. Ja, maar als je zit dan nou vergelijkt met um, vergelijkbare toestellen in deze prijsklasse. Zeg je dan, dit is gewoon. Goede kwaliteit of doet het daar nog beter of minder? Nou, eigenlijk dat hè. Kijk, uh, de resolutie bijvoorbeeld, het is gewoon lager, maar dat is wel in deze prijsklasse gebruikelijk. En hetzelfde geldt ook voor de andere eigenschappen. Uh, ze leveren gewoon een marktconform scherm, zo zou ik het uh, aanduiden. Oké, okay, nou daar hebben we het natuurlijk al eventjes gehad over die accu, want die, die Snapdragon series van Qualcomm, daar weten we van dat die modems vooral uh, dat die goed zijn in energiezuinigheid. Ik bedoel daar eens op. Bij de 5G variant binnen het Snapdragon verhaal we wel wat kritiek op geweest. Maar altijd ten opzichte van Exynos weten we uit het verleden dat Samsung dat net wat minder goed voor elkaar heeft. Zien we dat hier weer? Dat zien we hier zeker. En als we dus even kijken naar de 4G grafiek, die heb ik links gezet: webbrowse grafiek op 4G. Dan zie je dus dat de S20 serie, dat die gewoon onderaan in de grafiek eindigen. Terwijl de S20FE dus een stuk hoger eindigt. Dankzij waarschijnlijk dat zuinigere modem. Ja, en bij WiFi zie je dat verschil dus minder, want ze hebben waarschijnlijk wel vergelijkbare WiFi-chips. Die qua stroomconsumptie elkaar niet veel ontloop, ontlopen. Ja. En daar zit ze ook dichter bij elkaar, ja. zie ik. Ja, want bij de WiFi-test moet ik misschien nog even uitleggen. Uh, in deze grafiek zie je twee turquoise balkjes uh, tevoorschijn komen. Dus de S20 staat hier eigenlijk twee keer in. Die hebben we namelijk op twee verschillende instellingen getest: op 120 Hz en op 60 hertz. Bij dat toestel kun je uh, de maximale resolutie niet gebruiken in combinatie met 120 hertz. Dus je moet eigenlijk kiezen of ik wil de maximale resolutie 60 hertz. Of ik ga iets naar beneden, in de resolutie en dan wil ik die vloeiende ervaring hebben. Ja. En eigenlijk bij die FE, omdat die resolutie toch al laag is, zet je die altijd op 120 Hz. Klopt, daarbij heb je dezelfde afweging dus niet. En het interessante wat je hier dus ziet, is dat de S20 op 60 hertz het qua akkelduur ongeveer even, even goed doet als de S20 FE op 120 hertz. Ja. Met andere woorden, je hebt dus altijd, kun je gewoon diezelfde vloeiende gebruikerservaring uh, krijgen, zonder dat je daarvoor. Heel erg inboet aan accu zoals je dus hier ziet bij de S20. Dus dat is echt een ding waarvan je kan zeggen: het is misschien het kleine broertje, het is misschien een instapmodel, maar dit doet die gewoonweg beter. Ja, absoluut. En dat zie je dus ook in de video De S20FE gaat gewoon langer mee dan de S20. Ja, omdat die accu inderdaad groter is en dat schaalt redelijk uh, lineair, redelijk weten we uit het, uh, uit het verleden. Nou. Als we even naar de camera's kijken, we hebben het weer even naast elkaar gezet. Uh, in het rood had je volgens mij de, de, de verschillen, dus laten we ze even langslopen. Wat, wat is er anders aan de camera, hoe, hoe, we noemen tegenwoordig het camera eiland. Ja, hoe is ja, ja. het cameraeiland van de FE anders dan van de normale S, uh, S20? Ja, nou er zitten wel uh, drie camera's in, hetzelfde. Dus een uh, ultrawide, een primaire camera en een telecamera. De primaire camera is voor beide toestellen hetzelfde, dezelfde lens, hetzelfde sensor dat is toch de meeste die, waarschijnlijk degene die het meest gebruikt. Ja, klopt. Dus de, de fotokwaliteit voor het, het gros van je shots is eigenlijk vergelijkbaar tussen of je nou de S20 hebt of de FE. Ja, heel vergelijkbaar. Omdat je dus eigenlijk precies dezelfde camera aan het gebruiken bent. gaat het natuurlijk de beeldverwerking. Hè? Qualcomm uh, uh, versus uh, Exynos is natuurlijk ook een klein verschil. Kijken we dan naar de ultrawide. Uh, dan is de S20 FE wel iets minder. Hij heeft een iets uh, kleinere sensor voor de ultrawide. En voor de tele, dat is eigenlijk het grootste verschil. Want heeft Samsung uh, maakt hele verschillende keuzes bij beide toestellen. Nee, ik zie volgens mij ik zie 8 megapixel telen versus 8 keer zo groot 64 megapixel telen. Ja, dat, uh, nou, je, je zou het misschien in eerste instantie zeggen oh, dat is een enorm verschil. Uh, maar ze maken dus echt een verschillende keuze. Want de S20FE uh, heeft een lens die optisch een vergroting krijgt van ongeveer drie keer uh, ten opzichte van het beeld van de hoofdcamera. Terwijl bij dat de... die, die 76, mm, 76 mm in klein termen zeg maar, een camera. Ja, ja, ja. dus ja. dat is ongeveer drie keer, uh, drie keer groter dus dan die. Uh, drie, keer zoom. drie keer zoom. Ja, zoom tussen aanhalingstekens. Laten we daar niet over uitweiden. In ieder geval, de S20, daar zie je dus 29 mm. Dus die lens heeft een beeldhoek die eigenlijk heel vergelijkbaar is... met het beeld van de hoofdcamera, met andere woorden. De S20 moet heel veel uh, interpolatie toepassen. Wat natuurlijk wel kan, omdat hij een 64 megapixel sensor heeft. Eigenlijk is het gewoon ouderwets kroppen wat hij doet. Ja. Om ja. tot die, 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 die vergroting te komen. Klopt. En ik bedoel, beide benaderingen hebben hun eigen voor's en tegens. Uh, laat dat duidelijk zijn. Het is zeker niet zo dat de ene... Uh, dat is eigenlijk heel veel beter dan de andere. En het verschil wat je wel hebt, is dat de S20 FE geen 8K kan opnemen. Wat de S20 wel kan, omdat de S20 FE heeft dus geen sensor meer met 33 megapixels wat 8K is. Dus eigenlijk gebruikt Samsung bij die S20 de tele-sensor, maar dan niet als tele, maar dan compleet om 8K te kunnen filmen. Klopt, dat zal waarschijnlijk de reden zijn dat ze het uh, bij deze toestellen zo hebben gedaan. Nou ja, 8K, ik bedoel, ik zou het zelf niet zo heel belangrijk vinden. De S20 FE kan natuurlijk ook gewoon een 4K filmen, prima. Prima shots dus uh, wat dat betreft. Met, uh... met ook met 60 fps wat ook natuurlijk wel fijn is. Ja. Hey, hoe verhoudt zich dit tot de, de, de concurrentie in de zin van ze hebben wel drie lenzen erop zitten. Dat zie je niet altijd in dit prijssegment volgens mij. Nou ja je ziet op zich wel drie lenzen of vier lenzen zelfs. Het uh, punt is alleen dat die derde of vierde lens bij de concurrentie is vaak een simpele dieptesensor of macro sensor of kleursensor of zoiets. En dus geen echte telecamera. Dat is op zich wel uh, voor dit prijssegment in ieder geval uh, best bijzonder. Laten we dan nog tenslotte even kijken naar de, de, de concurrentie. Uh, de, want dit zijn voor mij vergelijkbare toestellen in hetzelfde prijsmoment met ook diezelfde Snapdragon 865, toch? Klopt, ja. ja. Ik heb hier eventjes een paar alternatieven daarnaast gezet. Die je ook zou kunnen overwegen. Natuurlijk, Xiaomi is heel sterk in dit segment. Uh, je ziet ook OnePlus natuurlijk met de 8T, die recent uh, een nieuw toestel hebben uitgebracht. Dus uh, ja, het is zeer zeker een, een competitief marktsegment waar, uh, waar Samsung zich hier begeeft. Heel veel keus. Uh, maar ik denk wel dat Samsung hier uh, een toestel neerzet met hele interessante uh, afwegingen. En uh, nou, een, een overal goede keus als je dus op zoek bent naar een smartphone voor een bedrag om de bij de 600 euro. Bijvoorbeeld, nou, ik, ik noemde net al de telecamera, hadden we het net even over, maar je hebt ook bijvoorbeeld andere eigenschappen die we nog niet eens uh, hebben genoemd, zoals bijvoorbeeld de IP rating. De Samsung S20 FE is waterdicht en dat zijn toestellen in dit prijssegment bijvoorbeeld meestal niet. Draadloos opladen is nog één. Uh, in ieder geval, als je kijkt naar de alternatieven, dan zie je vooral de Xiaomi Poco F2 Pro. Dat is een toestel dat uh, nog echt duidelijk goedkoper is dan deze. Wel op specs natuurlijk minder is, maar je krijgt wel diezelfde snelle chip. Ja, maar dingen als een, als een 60 of 120 Hz scherm, dat ga je in de praktijk ook echt wel merken. Dat je ja. dat niet hebt. Of ja. je dat belangrijk vindt, moet je voor jezelf bepalen. Ja, dus het is puur die afweging van hè, wil je nog een paar honderd euro minder uitgeven, dan zou je daarvoor kunnen kiezen. Uh, kijk, bij OnePlus heb je vooral uh, het voordeel dat de software uh, uh, heel anders is en velen nou, zullen dus ook zeggen uh, fijner werkt. Maar bij die 8T zien we natuurlijk, hè, wat we toch af en toe een beetje als kritiek bij OnePlus hebben, dat die camera wat beter kan. Ja. En dat zie je eigenlijk ook bij die uh, Xiaomi Mi 10 Pro, die dan weer die telecamera niet even uit over had. Ja, klopt. Die, uh, kijk, je kunt bij de mit t Pro nog wel zeggen dat hij bepaalde dingen dan weer wel beter doet. Bijvoorbeeld, hij heeft een 108-megapixel-sensor. Klinkt heel uh, indrukwekkend, natuurlijk. Maar hij heeft inderdaad geen telecamera. En dat is in het geval van de S20FE toch wel een voordeeltje. Ja, dus als ik het zo hoorde, is genoeg te kiezen. Um, Absoluut. Maar het beste overal pakketje gaat misschien wel naar die S20FE. Want ik zie ook dat je hem een woord geeft. Klopt, ja. Uh, overal gewoon een goede keus. Uh, goede afwegingen. Ook een aantal voordelen ten opzichte van de S20-serie. Dat zou je trouwens ook nog kunnen zeggen is best een concurrent, maar je hebt dus gewoon uh, bepaalde dingen waarin de S20 FE beter is dan bij de gewone S20. Ja, want als ik jou nu voor het blok zet, stel je kan nu voor hetzelfde geld een, een oude S20 komen van begin van het jaar of de FE, is, is Samsung zijn eigen grootste concurrent? Gewetensvragen. Dat op zich wel, maar ik zou toch voor de, voor de S20 FE gaan dan, puur vanwege de betere duur. Ja, duidelijk. Voor zover onze review van de Samsung S20 FE, die dus eigenlijk best wel een goede concurrent is voor Samsung zelf en de normale S20. Vond je dit nou een leuke video? Geef hem dan een duimpje omhoog en wil je een notificatie krijgen als we nieuwe video's plaatsen? Abonneer je dan op ons kanaal. Tot de volgende!